Hallo, ik ben Mariette Maaskamp. Ik ben hoofd marketing en communicatie bij de Kunsthal. Ik ben na mijn opleiding aan de TU Delft ben ik nog naar de academie naar de kunstacademie gegaan in Delft. En die heb ik afgemaakt. En ik ben toen eigenlijk bij Wit en Wit gaan werken, Centrum voor Hedendaagse Kunst. Ik heb daarnaast als beeldend kunstenaar gewerkt. En ik heb eigenlijk gaandeweg mijn interesse voor beeldende kunst gecombineerd met marketing. Wat ik heel erg leuk vond, wat ik op de IO heel veel mee heb gedaan. En ja, dat heeft uitgemond in een werkplek hier bij de Kunsthal, waar ze een heel gevarieerd tentoonstellingsprogramma hebben. Van kunst, architectuur, fotografie, mode. Allemaal gebieden die ik heel leuk vind om te communiceren. Ik had niet in eerste instantie gelijk een heel hoge doel toen ik IO ging studeren. Behalve dat ik het heel erg leuk vond dat het iets met je, ook iets met je handen was. Dus dat gevoel van zelf iets creëren vond ik heel belangrijk. En dat daar vormgeving bij zat, dat daar allerlei verschillende aspecten bij zaten. Ergonomie, marketing vond ik heel interessant. Uiteindelijk ben ik natuurlijk meer naar de beeldende kunst gegaan, waarbij het product eigenlijk hetzelfde is. In die zin dat ik ben nog steeds bezig met het communiceren daarvan. Dus het marketingaspect is heel erg aanwezig. Maar het zijn geen gebruiksvoorwerpen die je communiceert, maar het zijn kunstobjecten en tentoonstellingen die ik eigenlijk de wereld in help. En ik vind het eigenlijk heel mooi hoe aan de ene kant mijn interesse in kunst is samengekomen met allerlei dingen die ik op industrieel ontwerpen heb geleerd. Want ik vind het heel erg leuk om met tekst bezig te zijn. Ik vind het heel erg leuk om met beeld bezig te zijn. Met grafisch ontwerp. En dat zijn wel ook aspecten die ik in beide studies eigenlijk heb geleerd en nu meeneem in mijn werk. Nou, ik heb allereerst in mijn tweede opleiding aan de Kunstacademie veel meer geleerd over de vormgeving. Dat was in de tijd dat ik IO studeerde nog een beetje een moeizaam gebied, vond ik. Elk bedrijf had wel een programma van eisen, maar waarom het welke kleur moest hebben, of waarom het afgerond moest zijn, of recht, was los van de ergonomische eisen soms nog heel lastig om te bepalen. En op de Kunstacademie leerde ik voor mij veel meer over vorm en betekenis van vorm. Weliswaar natuurlijk ook op een andere manier, maar dat ging wel over gevoel en ervaring, wat bij producten, de ontwikkeling van producten en het verkopen van producten uiteindelijk natuurlijk wel ook een belangrijke rol speelt. Daarnaast heb ik natuurlijk bij alle andere bedrijven waar ik heb gewerkt heel veel geleerd. En in elke studie, geen enkele studie is perfect. Geen enkele studie heeft alle kennis in huis. Vandaar dat het sowieso van belang is om altijd met je studie verder te gaan. Om je gewoon verder te ontwikkelen naar datgene waar je naartoe wil. Ja, het is heel erg leuk om via Twitter en via Facebook leuke reacties te horen van mensen die de tentoonstelling in de Kunsthal bezocht hebben. Ik zit regelmatig op die media en ik lees de reacties, ik retweet ze en het gaat echt van wauw, wat een gek bezoek. Ik heb zo genoten van die en die tentoonstelling. Jullie moeten allemaal komen kijken. En ik vind daarom ook de social media heel interessant, omdat het is een hele directe interactie heb je met je bezoekers. De Kunsthal is een hele kleine stad en we maken zo'n 25 tentoonstellingen per jaar. En het is een enorme kick om hier in een hele creatieve setting te werken aan programma's die mensen leuk vinden. En het is heel erg leuk om te zien dat het soms rijen dik staat voor de kassa. En dan hebben wij ons werk goed gedaan. Nou, dan zou ik zeggen, kies zorgvuldig je afstudeerproject uit. En het bedrijf waarbij je dat wil gaan doen. Want je afstudeerproject vormt samen met jezelf je visitekaartje voor je toekomstige carrière. Het is vaak het eerste project waarmee je binnen kunt komen om een gesprek te hebben ergens. En als dat project goed past bij jou en bij wat je wil, heb je echt een streepje voor. Wat heel erg leuk is aan de Kunsthal waar ik nu werk, is dat wij laten natuurlijk reizende tentoonstellingen zien. Wij organiseren ook zelf projecten van kunstenaars die we hier willen tonen. Maar
We spelen ook graag in op actuele gebeurtenissen. Bijvoorbeeld een faculteit die zoveel jaar bestaat. Een bedrijf dat graag zijn 10-jarig jubileum wil vieren. En interessant materiaal heeft. Mooie tekeningen, schetsen, modellen. Dat zijn voor ons ook hele interessante ingangen om deze aan een breder publiek te laten zien. En alle ideeën zijn welkom bij de kunsthal.